staan hier natuurlijk op project de Entree voor de gemeente Amsterdam. En daarin is het eigenlijk zaak dat wij het complete projectgebied gaan vernieuwen. Van gevelzijde tot gevelzijde. En daarin kun je denken aan alle kabels en leidingen die vernieuwd worden. De traminfra die vernieuwd wordt. Er wordt een ondergrondse fietsenstalling gebouwd. Ja, wij staan hier als partner in de voorbereiding voor het kabel- en leidingwerk. Ik ben Robert van der Pol. Ik verzorg hier de werkvoorbereiding kabels en leidingen op het project de Entree. Wat wordt uitgevoerd voor de gemeente Amsterdam. We staan hier op het voorplein van het centraal station. Wij gaan hier de herinrichting verzorgen van de infra. Bovengrondse infra, maar ook de ondergrondse infra. Daarin verzorg ik dus de werkvoorbereiding. Ik schrijf de plannen en zorg dat de vergunningen op tijd zijn. Maar ook de voorbereiding. Dus ik ga buiten tracés uitzetten die we hebben ontworpen. Die worden vervolgens ingemeten en er wordt verwerkt de provisies. En daarvoor gebruik ik de Unie. Eigenlijk heb je zeer weinig voorkennis nodig. Je moet enigszins weten hoe je om kan gaan met tablets. Zorgen dat je de apps op de tablet krijgt. En vervolgens denk ik dat je na een uitleg van 10 minuten eigenlijk wel aan de slag kan. Dat is ook van belang, want ik wil ook graag dat mijn collega's met de Unie kunnen werken. Dus ook de ontwerper kan even naar buiten lopen, tracés uitzetten. En kan hij vervolgens ook weer verder met zijn werkzaamheden. De meetdata die ik dus buiten inmeet, die wordt geüpload in de cloud. Vervolgens kan mijn collega, de ontwerper, kan die gegevens exporteren uit de cloud en rechtstreeks verwerken in zijn revisies. Het is handig, want de gegevens kun je natuurlijk exporteren in CSV of DXF. Nou ja, de ontwerpers werken ook met AutoCAD, dus de gegevens kunnen eigenlijk vrij snel verwerkt worden. We staan natuurlijk midden in Amsterdam. Zou je verwachten dat het signaal, de signaalontvangst, niet zo goed is, maar het is eigenlijk boven verwachting.